Ik ben eigenlijk een beetje verrast. Ik ben heel verrast door één, het feit dat Braga echt wel tevreden was met dat punt. Het feit dat Braga na de wedstrijd heel happy was met deze uitslag. Terwijl ja, zij weten dat wij nog tegen de laatste uit de poelen moeten spelen. En zij moeten tegen het onklopbare Shakhtar Donetsk spelen. Die vandaag weer met 4-0 wint. Die tegen ons met 5-0, 5-3 gewonnen heeft. Die Braga ook geklopt heeft. Die eigenlijk al alles, eigenlijk misschien zelfs de beste ploeg van de Europa League. En als zij nu het gevoel geven dat zij happy zijn, dat zij ja, gekwalificeerd zijn, dan stel ik mij vragen bij. Ik weet dat de coach van Shakhtar de ex-coach is van Braga. Maar ik speel zondag ook tegen mijn ex-ploeg, KV Kortrijk. Hè. Ik denk niet dat ik ze zomaar de punten ga cadeau geven. Zo zit ik niet in elkaar. Dus, ik vind het raar. Ik vind het heel raar. Moest ik in deze situatie zijn, dan zou mijn eerste gevoel zijn van we zijn heel blij dat we hier overeind zijn gebleven, maar eigenlijk zijn we niet blij, want we vrezen dat het niet genoeg zal zijn. Terwijl ik dat langs geen kanten voel. Ik heb het gevoel na de match, de blijheid, de reacties ook na de wedstrijd. Precies alsof er geen laatste wedstrijd niet meer te spelen is. Hè. Ik weet wel, wij moeten nog altijd winnen. We zijn wel verplicht, denk ik, om te winnen in Turkije, wat ook al niet evident zal zijn. Maar als ik kijk naar de kwaliteit van Shakhtar, dan zou ik eigenlijk moeten zeggen dat het nog niet over is. Maar de reacties vanuit het andere kamp doen mij andere dingen vermoeden. Dus we zullen zien.